De als links bekendstaande presentatrice Hanneke Groenteman was gisteravond de tafeldame van Sophie Hilbrand in de talkshow Kaliet Sophie. Ze drijft in de uitzending de spot met haar medetafelgast Wibren van Haga, een rechtspoliticus die talloze verhuurpanden bezit. Ik ga vanavond zoveel leren. Vooral van Wibren. Sophie besluit Hanneke te vragen naar het ongemak dat ze bij Wibren voelt. Toch even, jij zit hem al de hele tijd een klein beetje te sarren voordat de uitzending begon. Hanneke dan, ik vind het zo exciting om in één ruimte met Wibren van Haga te zitten. Sophie, waarom dan? Hanneke, dat weet ik niet. Het is gewoon een onderbuikgevoel. Het is eigenlijk iemand tegen wie ik altijd ben en nu er toch eigenlijk heel leuk uitziet. Hoe kan dat? Wibren reageert vriendelijk. Ik ben een heel aardige jongen, maar de gevoelens zijn geheel wederzijds. Tafelgast Paul de Leeuw, dat is nog enger. Dat is nog enger. Hanneke verbaast, je bent ook tegen mij? Sophie verduidelijkt, nee, jij ziet er ook leuk uit. Het kwam niet echt tot een aanvaring tussen Hanneke en Wibren, al waren ze het wel oneens over het nog meer belasten van vermogende mensen. Hanneke, waarom niet gewoon de vermogensbelasting harder maken en het huizenbezit zwaarder belasten? Wibren, dat gebeurt al, de box 3 aanval is fenomenaal. Heel veel mensen betalen nu al meer box 3 heffing dan ze aan huurinkomsten krijgen, dus die aanval is al aangezet. Hanneke, nou, het is niet genoeg, hè? U wordt slapend rijk als je veel huizen hebt, zoals jij weet. Thank you.
We'll be right back.